Noord-Holland heeft een schreeuwend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. En dat terwijl een campagne van de brancheorganisatie al vele nieuwe chauffeurs heeft opgeleverd. Er is meer vraag naar transport. Dat is niet dat het verkeerd is gegaan. Sommige dingen groeien namelijk zo hard. En het kost gewoon heel veel tijd en moeite om nieuwe chauffeurs te vinden. Maar het blijkt nog steeds een heel aantrekkelijk beroep te zijn voor mensen die graag aan het werk willen en zelfstandig aan de slag willen. In heel Noord-Holland zijn 1200 vrachtwagenchauffeurs nodig. In Amsterdam is het tekort het grootst, gevolgd door Zuid-Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland. Amsterdam is natuurlijk een enorme economische regio. Er gebeurt heel veel in logistiek. Er zit heel veel op Schiphol, maar ook Amsterdam zelf in de bouw en andere sectoren. Er is gewoon heel veel vraag naar vrachtwagenchauffeurs en er is heel veel werk voor die mensen. Om te voorkomen dat het vervoer tot stilstand komt, gaat de jacht op nieuwe chauffeurs in Noord-Holland onverminderd door. Er is heel veel strijd om jonge mensen op de vrachtwagen te krijgen. En daar kunnen we nog steeds heel veel van gebruiken. Die kunnen we een plek bieden in de sector. Dus er is veel vraag, maar er is ook vergrijzing. Dus er gaan heel veel mensen uit de komende jaren.